Boys. Wow. Als eerst wil ik zeggen, mensen, ik weet niet waarom ik zo lang niet upload. Eigenlijk weet u het wel, dus ga ik nu eigenlijk kort proberen uitleggen. Fucking 30ste video dat ik maak over waarom ik niet upload en shit, maar ja. Ja. Ik kom elke dag terug van school en denk ik ga gewoon mijn camera aanzetten, gewoon een video beginnen maken, maar ja, het gebeurt nooit, dus ja, nu wel. Oké, mensen, dus wat ik eigenlijk in deze video wil zeggen, ik weet eigenlijk niet waarom ik bijna nooit upload en zo. Oh, waarom? Ik weet echt niet wat ik in deze video moet zeggen, what the fuck. Hoe minder ik gewoon probeer video's te maken, hoe slechter ik eigenlijk word in video's maken, dat is ook gewoon logisch. Ook gewoon niet omdat, ja, fuck. Het is hard om een video te maken als je dat zo lang niet hebt gedaan en niet eens weet over wat. Als ik Fortnite opneem, kan ik gewoon over Fortnite praten, maar... Nu kan ik gewoon niet echt over iets praten, dus weet ik ook niet echt wat ik moet doen en shit. Maar als je wilt uploaden in YouTube, in België, gewoon... Belgische YouTubers zijn in het algemeen gewoon niet echt origineel. Laat eerlijk zijn, bijna niemand is echt origineel. Ik bedoel, elk YouTuber nakt wel een YouTuber na, maar als je dat dan als kleine YouTuber doet van een grote... Valt het direct op en krijgt je haat. Snap je? Ik heb daar nu niet echt veel last van, want mijn kanaal wordt niet echt bekeken. Alleen door de 30 mensen die in mijn straat wonen. Ik wil gewoon zeggen, ik ben gewoon iets aan het zoeken in mijn hoofd. En ik heb het nog altijd niet gevonden. Waarschijnlijk omdat er niks in mijn hoofd zit, maar... Stel, er zit iets in mijn hoofd, ga ik ooit wel een origineel idee vinden. En ik denk dat ik een origineel idee heb gevonden. Maar ik weet niet of iedereen het gaat leuk vinden en shit. Dus ja, ik ga er nog gewoon niks over zeggen, want als het dan niet komt, dan... Ja... Maar dus, deze video is waarschijnlijk fucking kort. Ik wil gewoon zeggen dat ik iets origineel ben aan het zoeken voor op mijn kanaal. Dat ik gewoon een ander YouTube kanaal kan zijn dan de andere. Snap je? Er zijn mensen die nieuwsfeitjes op YouTube gooien. Er zijn mensen die gewoon elke dag van hun leven vloggen. Ik wil ook zeker gaan vloggen vanaf ik iets te doen heb in mijn leven. In de vakantie en zo. Als ik dingen ga doen, ga ik echt gewoon elke fucking keer mijn camera meedoen. En ga ik wel moeten filmen. Ik ben nu ook zo'n beetje aan het sparen voor mijn camera en zo. Dat ik betere kwaliteit ga hebben en shit. Want ik vind persoonlijk dat deze kwaliteit echt slecht is. Want... Bij mij het ding is, als je wilt beter worden, moet je video's beter zijn. En om video's beter te zijn, moet sowieso je kwaliteit beter zijn. En om... Dus ja, binnenkort ga ik dus ook terug vloggen. Gewoon in de vakantie, als ik dingen ga doen. Ik ga ook iets rond mijn daks proberen doen. Gewoon, weet je, met jullie praten. Binnen ik op mijn daks rijden. Dus jullie snappen wel wat ongeveer waar ik naartoe wil gaan en zo met mijn YouTube-kanaal. Ik ga niet zeggen, het wordt alles van mijn daks. Want ja, sommige mensen boeit brommers zijn gewoon echt helemaal niks. Dat weet ik ook wel. Maar ja, dat is dus eigenlijk het enige wat ik wil zeggen in deze video. Ik leef nog, dat is gewoon het hoofdding van deze video. Oké, lieve mensen, dat was het dus. Ik ben ook elke dag gewoon op zoek naar iemand die gewoon een intro kan maken. Gewoon de intro dat ik echt wil. Als toevallig de beste ontwerper van een intro ooit kijkt. I will pay you bro, if you make me a good intro, you know. Maar dus mensen, ik moet niet 30 keer in mijn haar zitten. Want ik weet dat ik het elke fucking keer doe en dat ik 30 keer klap in een video... Van die autiste aanvallen moet ik echt van afgeraken. Maar ik ga de video hier gewoon afsluiten, mensen. Even om deze hele video samen te vatten. Heb ik dus gezegd dat ik nog leef. Dat ik vlogs ga maken. En dat ik binnenkort ook iets met mijn daks ga doen. Maar dus, mensen, dat was deze video. Ik wil jullie bedanken om te kijken naar deze video. Volg deze video leuk. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen als jullie mij willen supporten. Als ik 30 likes heb, denk ik echt zoiets van: what the fuck? YouTube heeft echt nog nut. Vergeet niet te abonneren. Ik wil sowieso. Voordat ik 17 ben, wil ik sowieso nog een YouTube-abonnee-goal halen. Snap je? Het boeit mij eigenlijk niet hoeveel subs ik heb. Ik ga jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik heb alles al gezegd dat je moet liken en shit. Dus ik zie jullie bij de volgende video. Hopelijk niet binnen 2 maanden. Hopelijk veel betere kwaliteit. En ja, see ya!